Gemoedelijk, kleinschalig, maar altijd gezellig. De Vlaamse musicalprijzen werden deze keer in Brussel gehouden. En het werd een topavond voor Ganesha. Allard, ja. We zijn 2 minuten voor aanvang van de show. Spannend. Gefeliciteerd met je nominatie. Waar is die voor? Hij is voor, dat heet beste inhoudelijke prestatie. Ja. En hij is voor het script en de liedteksten van Ganesha. Ah. Volgens mij, ik heb je hier vaak over gesproken, ben je ook trots op deze inhoudelijke prestatie? Ja, ik ben er ontzettend trots. Het is een show die ik al zes jaar met me meedraag. En als ik ergens een prijs voor moet winnen, of moet winnen, graag wil winnen in mijn leven, is het hiervoor. Ik vind het, ja, het is zo bizar dat je aan iets werkt en daar al 6 jaar mee bezig bent. Dat kan je niet voorstellen. Dat was bij de première in Antwerpen al zo. Als je het gevoel hebt, het komt thuis. Ja, de voorstelling is er en wordt nu echt gedaan door een producent. En ja, dat is wel onbeschrijfelijk. Dus dat we zoveel nominaties krijgen, dat is geweldig. Dat is zo fijn. We gaan voor je duimen straks. Dankjewel. En straks gaan we je gewoon feliciteren. Whatever happens. Nou, dankjewel alvast. De winnaar is Albert Blom. Wat heb je in je handen? Ik heb een musicalprijs, man. Een Vlaamse musicalprijs voor de beste inhoudelijke prestatie voor Ganesha. De winnaar is Karin Jacobs. Yeah! Karin Jacobs, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Was de concurrentie in uw categorie moordend? Ja, ik denk het wel. Tegen Annemie op boksen, ja. Die al een paar keer, toch al minstens 1 keer dat ik het weet, de prijs heeft gewonnen. En wat ik een van de beste zangeressen vind, Deborah trouwens ook. Mm-hmm. Dus het was inderdaad wel moordend. Maar moordend in de zin dat we elkaar naar het leven staan, niet. Nee. Dat... Heel eerlijk moet ik zeggen dat ik verwachtte dat Rhodium zou winnen. Ja? Had je niet erg gevonden? Nee, maar natuurlijk niet. Nee, absoluut niet. Sterker nog, ik had het heel erg terecht gevonden. Maar het is wel, wat ik ook al zei toen ik hem kreeg, het is heel bijzonder om iets te krijgen wat al 6 jaar bij je blijft. En een stuk wat al 6 jaar heel erg in je hart zit. Dus dit is, op de een of andere manier doet deze prijs je dan heel erg veel. Ja. Dus dat is heel fijn. Ja. Ja. Nou, vooral dat beste musical zijn we heel trots op. En zeker de liefde die we erin hebben gegooid. En dat Allard dan van mij wint, dat was te verwachten. Want ik vind Allard ook top. India, pas op om u wegen, want wie kom je tegen in India? Maar kijk, nu win je 5 prijzen. Het stuk wordt hernomen in een redelijk klein theater. Stopt het nou voor Ganesha op deze grootte? Of moet het nou niet eens verder groeien? Moet het. Ik zou het graag gegroeid zien. Het hoeft niet zozeer in een groot theater met meer mensen tegelijk. Hoeft voor mij niet. Maar we geloven heel erg in het product. Het is natuurlijk een risico met allemaal onbekende mensen. Ik heb altijd in geloofd dat het eens dus goed zou komen. In welke taal dan ook. Timo, moet ik jou feliciteren of condoleren? Ik vind dat je me mag feliciteren vandaag. Ik heb een nominatie gekregen voor een rol waarvan ik echt genoten heb. Ik was super blij met die nominatie. Ik was ook heel erg blij dat Ganesha in totaal 9 nominaties had. En ik ben nog veel blijer dat we beste musical hebben gewonnen. Zeker. Want dat is echt, echt een bekroning op ons werk. En vooral ook omdat we natuurlijk nog in herneming gaan. 25 november beginnen we opnieuw. En ik hoop echt dat de 5 awards die we vandaag gewonnen hebben, mensen kunnen overtuigen om nog naar Ganesha te komen kijken. En dat we ook nu weer voor volle zalen mogen spelen. Dat hoop ik echt. Deze pijn verzacht, een pijn die sluimert in gesprekken, bijna voelbaar als je lacht. Het is allemaal zo anders dan je denkt.
Je bent natuurlijk een jaar ouder nu. Misschien neem je dat mee in je rol. Wel, het is wel zo dat ik ondertussen natuurlijk ook niet stil heb gezeten. Ik heb nu ook dat filmavontuur gehad in Amerika. En ik ben toch op een andere manier gaan nadenken over acteren. Dus ik ben wel ook heel erg benieuwd om die dingen die ik nu geleerd heb, om die nu eens te gaan toepassen op Ganesha ook. Om te kijken of ik het beter kan doen dan de eerste keer. Je noemt die film, daar heb ik over gelezen. Afgelopen zomer ben je naar Seattle gegaan. Vertel daar eens over. Judas Kiss heette het. Dat was voor mij een heel avontuur. Het was mijn allereerste langspeelfilm. De allereerste keer dat ik moest acteren in het Engels. En ik moet zeggen, het is me heel erg bevallen, allebei. Het smaakt absoluut naar meer. Ik hoop dat er nog films aankomen en ik hoop ook dat ik nog meer in het Engels kan acteren. Dus eindelijk mocht ik zo eens een keertje iets helemaal anders spelen. Ik was zo echt een beetje de jongen die, ja, die zomaar met zijn vingers hoefde te knippen of de wereld viel voor zijn voeten. En dat was echt wel leuk om dat eens een keertje te spelen. Plus om ook een extra laag te zoeken in dat personage. Want ook al schijnt iemand heel oppervlakkig en heel I'm the man, er zit altijd wel iets van onzekerheid aan de basis. En dat was heel leuk om dat te ontdekken. Dit is de hele cast van Een Leven Zonder Jou. Ja. En wij gaan een klein voorproefje geven van onze nieuwe musical. We weten inmiddels wel dat het over een sterfgeval in de familie is. Ja, dat vind ik. Ja, precies. Ik denk, als ik even in mijn glazen bol kijk, ik denk aan een bepaalde scène in Billy Elliot, dat een moeder uit een vroeg gestorven moeder uit in een droomwereld verschijnt in het leven van haar zoon. Nou, moet ik me zoiets voorstellen? Hou vast, dat beeld. Hou vast. Maar dit is nog op meer vlakken. Dit is, heeft meer lagen. Wel af en toe, maar moeder is dusdanig aanwezig in de herinnering van zoon Lief dat hij eigenlijk gewoon niet verder kan met zijn leven. Dus ze moeten beide leren loslaten. En dan is dit het nieuwe leven wat je ziet. Dat ze vrij dicht bij mij staat. Het is natuurlijk een studenten, ik ben net student af, dus dat staat dicht bij je. Zij is alleen wat impulsiever. Ik storm zomaar iedereen's kamer binnen en ik ben een soort wervelwind. Dat ben ik van mezelf iets minder, maar ik kan me er wel in vinden. Dus ik denk dat ik gelijk is. Zing je ook samen met Marleen, die ik 300 keer in Aida en Mamma Mia heb gezien? Daar zing ik zeker samen mee, ja. En is dat niet intimiderend? Nou, ze helpt me heel fijn. Dus helpen. Dat is, ja, nee, intimiderend, nee. Het is een steun, kan je beter. Het is fijn om zo iemand naast je te hebben. Dus intimiderend, nee. Als ik de tekst weet. Pittig verhaal. Ja. Er zit wel humor in, ja. Maar de feiten blijven heel erg. De knappe meneer hier links. Ik heb jou iets lelijker gezien bij Dans der Vampieren. Ja. Maar inmiddels heb je ook de professor gespeeld. Hoe kwam dat? De first cast die had gekneusde ribben en dus moest ik ineens vervangen. Nu kom ik! Wat? Oh nee, professor, nee, niet, nee! Zit vast! Ik heb zelfs gelezen dat je niet eens gerepeteerd hebt, hoe ging dat? Dat was spannend, maar de professor, de first cast heeft, Sebastian heeft meegelopen met mij achter de scène, zodanig dat hij mij wel er doorheen kon loodsen. Ik zie jouw ogen niet te halen. Ik hoop jouw ogen al
Ik vind het gewoon ontzettend leuk om met drie mensen, kleine groep, iets te maken. En dit is gewoon weer een stap verder die ik probeer te zetten en weer te groeien als acteur en als zanger. En het is gewoon heel leuk met deze twee mensen. Je krijgt weer nieuwe energie en met fantastische muziek, fantastisch script. We krijgen een cadeautje dat we eigenlijk enkel moeten uitpakken en onze weg mee moeten vinden. James Cook, een monsterlijke butler in Dans der Vampieren, is nog steeds leuk spelen? Oh, fantastisch. Ik denk dat ook te zien is aan iedereen die op het podium staat. We doen het allemaal zo graag. Ja. Ook gewoon omdat het een fantastische groep mensen is. Vond ik het hoogtepunt van de avond, vooral omdat het een verrassing was, het optreden van Geronimo Stilton. Ik heb gelezen dat jij daar ook bij betrokken bent. Leg eens ons Nederlanders uit wat dat is. Ja, ik denk Fantasia. Het is niet enkel Fantasia, het is echt Geronimo Stilton. Die maakt fantastische boeken, kinderboeken. Kinderboeken wel. Het zijn Geur en Krasboeken, was zijn laatste boek. En van dat boek gaan ze nu ook een musical maken. Aan alle boeken is dat het vol fantasie zit. En daar gaat ook de musical, want we noemen het niet een musical, we noemen het een musical. Daar gaat ook de musical rond, rond de fantasie die er leeft in dat boek. En dat is we zijn nu al lang aan het repeteren en ik voel nu al dat het een fantastisch gebeuren gaat worden. Dus ik hoop dat het ook heel veel volk zal trekken. Geronimo Stilton natuurlijk, het hoofdpersonage, de muis, die samen met Prulletje Prul schrijven, de kikker, de pad, op zoek gaat naar een vee die gevangen is genomen. En ze moeten daardoor zes rijken heen om die vee te vinden en elke rijk komen ze wat iets tegen. Muziek bij Fantasia is niet echt Studio 100 muziek voor kinderen. Nee. Ik denk dat het een heel aparte keuze is geworden van muziek. En ik denk dat het daarom ook zo gaat aanstaan, want het blijft zo hangen. Ik denk dat je ook wel nog een teuntje kent nu, na deze vertoning. Het blijft allemaal zo goed hangen. En ook even Studio 100 muziek natuurlijk ook. Die maken ook fantastische kindermusicals. Maar het zal toch wel iets anders zijn. Het is andere muziek. Het is ook het is niet echt een held. Geronimo Stilton, ze maken er wel een held van in het verhaal. Maar het is ook gewoon een schrijver, een journalist. Ja. En dat maakt het ook wel eens spannend.